Bestuurs- en bureauambtenaren van Brokopondo hebben de afgelopen 3 weekenden een training gevolgd om hun capaciteiten te versterken. De training werd gisteren afgesloten met een certificaatuitreiking. Districtscommissaris Ludwig Mendelsohn zegt dat hij bij zijn aantreden gesproken heeft met de medewerkers en dat zij zelf hebben gevraagd om een training die inmiddels ook zijn vruchten heeft afgeworpen. Ik zeg 1 ding, deze training is heel goed bij mij overgekomen, mijn mensen. En ik mag u zeggen, 1 week terug kan ik als voorbeeld aangeven, jullie veld bezoeken aan de winkels, heeft laten merken van dat u goed bent in uw werk, want ja, we hebben heel veel ruis gehad daarna. Er waren heel veel vervallen producten in de winkels. Ja, en de opdracht die gegeven is geworden door de beleidscoördinator. Jullie hebben het heel goed gedaan. En het heeft heel hoog aangeslagen daar, mag ik u zeggen. Want de leveranciers zijn getogen naar het district om werkelijk na te gaan als die bepaalde van hun producten vervallen waren. En het was een feit. Districtscommissaris Ludwig Mendelsohn van Brokopondo. De training werd verzorgd door Robbie Rijssel, die ingenomen is met de vraag van de bestuursdienstmedewerkers zelf om hun vaardigheden te versterken. We hebben laten zien dat het niet alleen maar een gewone wil is geweest. Jullie hebben echt daadwerkelijk laten zien van luister, jullie hebben alles gegeven, die 2 weekenden. Jullie hebben mij ook geïnspireerd om elke keer gewoon terug te komen naar Brokopondo, om samen met jullie het weekend door te brengen, maar een weekend van kennis, kunde en karakterontwikkeling. Robbie Rijssel, trainer capaciteitsversterking aan medewerkers van de bestuurdienst in Brokopondo. Het ging om 47 cursisten.